Het ministerie van Veeteelt, Landbouw, Veeteelt en Visserij wil de veiligheid van voedsel voor de lokale markt en de export garanderen. Vandaar dat een voedselveiligheidssysteem een must is. Dit gaf minister Suris Algu van LVV vanmorgen aan tijdens de opening van de workshop van de Inter-American Institute for Cooperation and Agriculture, ICA, in het Courtyard bij Marriott Hotel. Het thema was Strengthening the Functioning of the National Codex Structure in Jamaica, Guyana, Trinidad en Tobago en Suriname. De workshop ging over het gebruik van de Codex Alimentarius. De Codex Alimentarius, Latijn voor voedselboek, is een verzameling standaarden en richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. De bescherming van de gezondheid van de consument en bevordering van zijn handel zijn belangrijke doelen van de Codex Alimentarius. Veel landen gebruiken momenteel de codexstructuur om voedsel veilig voor consumptie te garanderen. These procedures ensure transparency, inclusiveness and careful deliberation in the development of codex standards and provide guidance as to what should and what should not be considered as elements of codex standards. Codex has worked hard over the course of its history and particularly over the past 20 years develop these fundamental aspects of its work. And it's important to keep them in mind and close at hand as members of observers address daily challenges that occur in the work carried out by Codex. The scientific basis for Codex standards and the procedures established for standards development and adoption help to provide the assurance needed that Codex standards are fit and effective for purpose and can be used globally to protect the health of consumers and ensure fair practices in the food trade. Consumers can trust the safety and quality of food products they buy, and importers can trust that the food they order will be in accordance with their specifications. Minister Suresh Algu van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij sprak vandaag bij de workshop van de Inter-American Institute for Cooperation and Agriculture, ICA. De workshop handelde over het gebruik van de Codex Alimentarius, internationale standaarden en richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid.